Waardegedreven zorg. Zorg die verder reikt. Vorig jaar werd bij Helene borstkanker geconstateerd. Het was een boodschap die hard aankwam. Door samen de behandelmogelijkheden en wederzijdse verwachtingen te bespreken, is er een keuze gemaakt voor amputatie van haar beide borsten. We hebben ook besproken wat de gevolgen van borstkanker en de gekozen behandeling voor het leven van Helene kunnen zijn. Dat verderrijkende perspectief is vernieuwend in de zorg. Uit vergelijking met andere borstkankerpatiënten is bijvoorbeeld gebleken dat een borstamputatie in veel gevallen een negatief effect heeft op het zelfbeeld. Om dit voor te zijn, hebben we een psycholoog bij ons behandelproces betrokken. Dit is een goed voorbeeld van waardegedreven zorg. Zorg die niet alleen beoordeeld wordt op medische maten, zoals bloedwaarden of tumormarkers, maar ook op de bredere en langdurige resultaten van onze zorg, zoals kwaliteit van leven, gevolgen van een behandeling of, in dit geval, een evenwichtig zelfbeeld. Dat noemen we uitkomstmaten. We gaan voor ieder ziektebeeld met onze multidisciplinaire zorgteams sturen op die ziektespecifieke uitkomstmaten, om daarmee optimale resultaten te behalen voor de patiënt en niet te vergeten diens naasten. Ondertussen richten we onze processen zo in dat we deze waardegedreven zorg duurzaam kunnen bekostigen en verbeteren. Door de patiënt als partner te zien binnen het eigen behandeltraject, mogelijke problemen tijdig te signaleren, de resultaten die belangrijk zijn voor de patiënt te meten en te bespreken, kunnen we werkelijke waarde toevoegen aan het persoonlijke zorgproces. De gemeten resultaten worden binnen het Erasmus MC, maar ook internationaal, bijvoorbeeld in samenwerking met iJOM, op grote schaal vergeleken om niet alleen de kwaliteit van zorg wereldwijd te verbeteren, maar ook voor Helene. Vanuit onze visie en de wil om voorop te lopen in het leveren van innovatieve zorg, voert Erasmus MC waardegedreven zorg in als de standaard voor kwaliteit. De kennis die we hierbij opdoen, willen we natuurlijk delen. Mede daarom is Jan Hazelzet aangesteld als hoogleraar kwaliteit en uitkomsten van zorg. We streven ernaar de zorg voor 80% van onze diagnosegroepen waardegedreven in te richten. Doet u mee? Waardegedreven zorg. Zorg die verder reikt.